Wat is er allemaal op jou afgekomen de afgelopen weken? Ja, genoeg. Veel leuke berichtjes vooral. En ja, en dan, ja, het is natuurlijk iets groots of zo. Ja, het is opeens sta je in de spotlight. Dus ja, veel. Hoe ga jij daarmee om? Ja, gelukkig maakte niet heel veel mee in Engeland. Je staat wel in je eigen bubbel. Dus ja, je krijgt wel iets mee. Maar nee, ik ging gewoon lekker voetballen. Ik deed gewoon mijn ding. Dus ja, ging gewoon verder mee waar ik mee bezig was. Kan je het moment nog terughalen van Veenendaal? Eerst al die blessure, dacht nog door te kunnen. Wanneer dacht je echt van, nou, volgens mij ga ik er zo wel echt in komen? Ja, wat je zegt, het ging nog door. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon voor zekerheid warm lopen. Op een gegeven moment stak ze de arm op van, ja, volgens mij is het klaar. Toen werd al achter me gezegd, volgens mij gaat ze eruit, dus maak je maar klaar. En toen was het moment van, okay, ja, nu ga ik dus erin komen. Dus dat ging best wel snel. Het voelde voor mij als gewoon een wedstrijd die ik gewoon prima had gespeeld. Niks bijzonders, maar de reacties waren zo lovend dat ik dacht van, oh, volgens mij heb ik echt iets goeds gedaan. En ja, dus ik was op dat moment wel gewoon blij en gewoon trots dat het gewoon ook gewoon wel gewoon prima ging. En dat ik niet onder de zenuwen was bezweken of zo, ja. Ja, en waar je dan bij die wedstrijd dat je in moet vallen eigenlijk niet echt tijd hebt om over na te denken, is dat dan voor die tweede wedstrijd natuurlijk een ander verhaal. Want dan weet je al, vanaf nu sta ik er dus gewoon in. Ja. Hoe was dat? Ja, natuurlijk. Ga je wel een beetje nadenken van, oké, er worden dingen van verwacht. Misschien meer dan dat je daarvoor natuurlijk inkwam. Dan ging je misschien iets onbevangener in. Maar heb ik wel over gehad met de coach en gewoon uitgesproken. En toen werd eigenlijk al gezegd van, doe maar lekker je ding, want dat gaat juist goed. Dus doe niks geks. En ja, je hebt laten zien, dus we hebben alle vertrouwen in dat het volgende wedstrijd ook gewoon goed komt. Ja. En als je het dan zelf zou moeten zeggen, hoe vind je dan dat het verder gegaan is? Ja, echt goed. Ja, ik was wel verbaasd dat het ook zo goed ging. Natuurlijk, het afgelopen seizoen ging ook gewoon prima bij Twente. Maar dit is natuurlijk iets groters en er staat waarschijnlijk veel meer druk op. En, dus ja, dat was wel was ik heel blij verrast dat het ook gewoon qua zenuwen en dat soort dingen ook gewoon goed ging. Dat ik gewoon echt mijn ding kon doen wat ik bijvoorbeeld bij Twente ook heb gedaan. Als je het zo goed doet, dan kom je in de belangstelling staan, wat je al zei, sta je in de spotlight. Dan ga je opvallen, ook misschien wat verder buiten Twente. Is er in één keer al interesse aangewakkerd ook van andere clubs? In hoeverre is dat aan de orde? Ja, natuurlijk is er interesse geweest. Alleen ik heb natuurlijk een jaar bij Twente getekend. En ja, dat was lastig om dan op het laatste moment weg te gaan. Er is zeker interesse geweest en dat is superleuk. En dat is wel, waardeer ik voor mijn werk. Maar nee, ik blijf nog een jaartje bij Twente. Definitief? Definitief. Kun je zeggen uit welke kant die interesse kwam? Of wil je dat zeggen? Ja, buiten Nederland zeker. Dus dat is wel internationaal. Inmiddels is ook bekend dat Van Veenendaal een punt achter haar carrière heeft gezet. Kun je nu zeggen van, jij bent op dit moment de nummer 1 keeper van de Oranje Vrouwen? Nee, ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Nee, het wordt wel in september wel weer bekeken. En dan gaan we het waarschijnlijk weer allemaal weer zien. Ja. Maar als je het zelf zou mogen zeggen, vind je dat je dat dan op basis van, nou ja, hoe je er dus afgelopen toernooi hebt laten zien, zou dat wel een logisch gevolg zijn? Ja, ik heb me van mijn beste kant laten zien, dus het is wel aan hun. En ik hoop dat dat al gaat gebeuren. En meer kon ik niet doen, dus als dat niet gebeurt, dan heb ik mijn best gedaan.